Maar ik ben wakker geworden en ik voel me niet helemaal fris. Dus hierbij mijn 2022. Vraag op de foto, man. Frisse morgen in Parijs. Ga je op date met iemand? Misschien heeft mijn date al met jouw cadeautje te maken. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben mijn bed uitgestapt en het is al best wel laat. Ik heb lang geslapen. Het is nu 11:30. Maar ja, ik dacht het is wel lekker. Ik heb natuurlijk gisteren een hele lange of een hele korte nacht gehad. Door oud en nieuw. En ik dacht ik ga eventjes lekker slapen. Ik ben gisteren ook in slaap gevallen met een lekker filmpje in bed. Ik ben ook vroeg gaan slapen, dus dat is heel chill. Veel uren gemaakt. Maar ik ben wakker geworden en ik voel me niet helemaal fris. Ik ben een beetje verkouden, merk ik. Dus ja, nou ja, lekker is dat. Ik dacht, ik hoopte eindelijk weer een keertje na een week in Oostenrijk te zijn geweest. Waar je ook elke dag een beetje brakkig wakker wordt. Hoopte ik vandaag een keer fris wakker te worden. Nou, en dat is dus niet gelukt. What a day to be alive. 2023. Maar goed, het is wel gek, want ik hoor echt super veel mensen die inderdaad ook last hebben van verkoudheid. Gewoon die allemaal een soort van griepie hebben of zo. Heel veel mensen van waarmee ik op vakantie waren, die zijn ook allemaal een beetje grieperig en ziek. Geen corona, want hun hadden allemaal, zij waren zeg maar al eerder ziek, volgens mij al 3 dagen. De dag dat zij terugkwamen uit Servhuis waren zij ook al ziek en toen hebben ze een coronatest gedaan, maar ze hadden geen corona, maar waren gewoon verkouden. Dus lekker jongens, goed begin van het jaar. Ik wilde eigenlijk gaan sporten, maar ik denk dat ik hem nog eventjes oversla vandaag. Ik even lekker rustig aan ga doen. Ik ga lekker editen. Ik ga lekker een ontbijtje voor mezelf maken. En ik ga lekker een koffietje klappen. En dan zien we het allemaal wel vandaag, jongens. Maar goed, nogmaals, goedemorgen. Jongens, ik heb natuurlijk zoveel leuke dingen meegemaakt in 2022. En allemaal leuke ervaringen opgedaan. Dus ik wil dat graag met jullie delen. Dus hierbij mijn 2022. Dus ik ga gewoon proberen elke dag te filmen en dat te verwerken in 2 video's. Dus zet het in je agenda. Vincent heeft nog geen idee, hij zit hier lekker. Oh. 12 uur lang niet meer eruit. De heli. Yes. Laat je ons niet neerstorten. Kijk eens even. Hele goede morgen, we zitten alweer in de eerste lift. Morgen, een hele leuke dag. Hallo. Oké, let's go. Allemaal Porsches. Vraag op de foto. Frisse morgen in Parijs. Waarschijnlijk net eigenlijk weg zo vast. We kunnen naar huis, we hebben hem gezien nu. Wow. Naar huis. Ga eruit dan. Wat is het eigenlijk? Ik weet niet, man. Zo, hè. Je ziet nu ook echt hoe groot dat ding is met jou ernaast. Stop. Dus, ze gaan morgen naar de dierenarts. De Oes en de Aventador staan nu allebei in de garage. Jongens, kijk de eerste keer op de hoogte. Dat is normaal, hè? Weet je het zeker, Finn? Ik weet het zeker. Ik kan nog terug, hè? Ik heb het nu nog. Warner belde vanochtend. Ja. Eens kijken jongens, wat een leuke studio. Maar wij zijn er samen. Nola en Jesse, niet normaal. Dit is toch wel een momentje, want hebben Ruben en ik samen een huis gekocht. Let's go, motherfucker! En tenminste, op het kruispunt bij mijn huis is hij ervan afgevallen. Ik heb een nieuwe kamer. Maar kijk eens even. Zie je? Zit je lekker? Bij Godzilla. Fantastisch. Zeg maar, ja, zo'n verjaardagsfeestje eigenlijk. Feestje, heel de week 30. Hey, hier kun je gewoon in gaan zitten. Hey. Of je het leuk vindt. Het is niet erg, maar het kan gewoon beter. Dus ik doe al zoveel dingen achter elkaar. En we'll be right back.
gewoon als sneeuw hier. Overal staan die tafels en zo en hier van die grote schermen waar ze naar voetbal gaan kijken. Echt heel lijp. Eindelijk bezig. Winter Wonderland. Ik hoop dat ik het beter kan. Jij begon hierop net aan, hij zou een beetje gezond is. Ik wil nog even vertellen. Geen idee hoe ze het is gefixt. Maar we gaan even eten. Dat was 2022 en jongens, wat bizar. Ik was net aan het editen en ik wil jullie sowieso allemaal bedanken voor de support in 2022. En in 2023 gaan we gewoon door met knallen. En ook als ik deze beelden zie, dan besef ik weer hoeveel geluk en hoe blij ik mag zijn met alle dingen die ik nu al op deze leeftijd heb mogen meemaken. Wat ik al heb mogen doen en wat ik allemaal al heb gezien, jongens. Het is bizar, je ziet vette auto's voorbij komen, mooie vakanties, hele lieve goede vrienden omheen. En natuurlijk mijn allerliefste vriendin Ella, daar heb ik een relatie mee gekregen dit jaar. En natuurlijk niet te vergeten mijn lieve papa en mama. Zonder hun had ik dit ook allemaal niet bereikt, had ik dit allemaal niet kunnen doen. Dus daar ben ik heel erg blij mee en ook heel erg dankbaar voor. Dus ik hou van jullie dat jullie dat weten. Dus jongens, het was een goed jaar voor mij. Ik heb echt naar mijn zin gehad. En ik wil jullie nogmaals allemaal bedanken. En ook alle mensen om me heen. Dankjewel. En ik ben heel erg gelukkig met hoe het gaat. En ik ben blij. Ondanks dat ik nu een beetje ziek ben. Maar ik ben blij, jongens. En ik krijg een hele goede gelukskriebel. Als ik naar die edit kijk van wat ik allemaal heb gedaan in een jaar. Dan besef ik ook van jeetje. Bizar. Gewoon bizar. Ja, ik kan het soms niet eens uitleggen, maar soms dan gaat alles zo snel en dan besef je eigenlijk niet hoe goed je het hebt en hoe blij ik moet zijn dat ik zulke leuke mensen om me heen heb en dat ik zo mooi woon en dat ik dit allemaal kan doen en dat ik, gewoon jongens, bizar. Dus, dank jullie wel en ik hou van jullie. Zoals jullie weten vinden Willem en ik het zo leuk om samen ook altijd te koken. Dus als het goed is het eten straks klaar. We hebben wel wij vieren het Mexicaanse nieuwe jaar. Precies, en dat is vandaag. Nee. Dus de bel gaat in. Nee, duurt nog even. 5, 4, 3, 2, 1. Weer niet. Leuk. Top. Top, gaat goed. Ik ga ook gewoon iemand aftellen. Fuck it. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Perfect. Dankjewel. Willem! Hey. Het is binnen! Oh, we hebben lekker Mexicaans besteld, jongens. Willem, uitstekende keuze en goed gekookt. Nu al. We hebben nog niet eens geproefd, maar goed gekookt. Ik zei vanochtend in de video dat ik me een beetje slap voel en een beetje ziekig, maar ik ben nu alweer aan het opknappen. Morgen mee sporten? Morgen mee sporten. Ja jongens, want ik wil wel echt even naar die december maand. Ik ben naar Londen geweest, naar Oostenrijk geweest en dan zie je ook alleen maar patat te eten en bier te drinken en al die troep. Dus ik wil wel gewoon echt eventjes weer in januari ook weer gewoon letten op mijn eten en ik wil gewoon weer lekker doorgaan met sporten. En wat heel erg leuk is, ik ga van 17 tot 22 januari ga ik op skivakantie weer naar Oostenrijk, naar Gerlos samen met Stefan, Frank en nog twee andere vrienden van Stefan die ik eigenlijk nog niet ken. Volgens mij, dat weet ik trouwens niet zeker, maar dat wordt weer heel erg leuk. Maar in de tussentijd en daarna wil ik gewoon weer echt een beetje lekker gaan sporten en letten op eten. Dus vandaar dat we nu heel gezond hebben gekookt. Zoals jullie weten heb ik dus gisteren verteld dat Ella dus een cadeau voor mij heeft en die zou ze dus vandaag gaan ophalen. Is niet gelukt, alleen ze heeft dus aan Willem vertelt wat het is. Maar iedereen die zegt zo van ja, het is zo lijp. Maar Wim, jij weet wat Ella heeft gekocht voor mij. Toch als cadeau?
Jij zei van, gaat hij wel leuk? Is het een leuk? Is het iets leuks? Denk je dat ik het leuk vind? Dat mag je wel echt wel zeggen hoor. Ja. Ja, ga ik het leuk vinden? En waarom? Ga ik niet even uitlaten. Ik hou hier zo niet van, jongens. Als iemand een cadeau voor mij heeft, dan wil ik altijd zo snel mogelijk weten wat het is. Oh, heb ik echt van mijn moeder. Mijn moeder heeft het ook. Maar goed, ik ben dus echt heel erg benieuwd wat ze heeft. Want ik had er net dus ook weer op de FaceTime. En een vriendin van haar zei ook zo van, oh ja, Finn, je gaat het echt fantastisch vinden. Dus ik weet het niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik weet ook niet wanneer ze het gaat geven. Dus dat is ook nog, het irritante. Ik weet ook niet wanneer ik het krijg. En ik wil het hebben. Wat zeg je nou? Ga je op date met iemand? Nee. El, ik wil weten wat mijn cadeau is. Ik word helemaal gek. Ik wou net over beginnen. Ik word er helemaal gek van. Dit is je cadeautje. Yay! 20 euro! Maar wanneer ga je hem ophalen dan? Ja, niet vandaag dus. Maar hij komt nu naar mijn huis. Hij komt nu naar je huis? Mijn date. Oh, je date. Wat leuk. Ja. Wow, wat leuk. Spannend. Laat maar weten hoe het ging. Misschien heeft mijn date dan met jouw cadeautje te maken. Nu wordt het wel heel mysterieus, jongens. Ja. Ik ga even lekker vroeg mijn bed in. Ik voel me al veel beter dan vanochtend. Dus daarom even goed slapen. En misschien ben ik dan alweer gewoon helemaal opgeknapt. Ik weet niet wat het dan was. Ben ik echt letterlijk een middagje, ochtend een beetje slap geweest. Een beetje verkouden. Nou, ik moet zeggen nog wel een beetje verkouden. Maar goed, het is even niet anders. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie morgen. Doei!